Ja, waar gaat het debat eigenlijk over? Dit is niet mijn debat. Ik voer het namens een groep mensen. Wij zijn een groep van niet alleen professionals, maar ook ervaringsdeskundigen en betrokkenen. Een soort anarchistische groep van een man of 50 die elkaar heeft gevonden in een idee. En dat idee wilde ik graag vandaag verduidelijken, want ik denk dat daar het debat zit. En we zijn hier eerder geweest. Namelijk, ik neem u even mee terug in de tijd, want 2 jaar geleden was er een groep hoogleraren, waarvan 1 in Maastricht, wij in Maastricht denken dat dingen niet bestaan blijkbaar, die zei, de ziekte van Alzheimer bestaat niet. En toen brak er een hevig debat los. Maar wat wilden zij nou zeggen? Zij zeiden, de zorgwetenschappen, farmaceutische industrie zitten al jaren op het verkeerde spoor. Alzheimer is geen aparte ziekte en leidt vaak niet tot dementie. Hou op patiënten af te schrijven. Het ging erover dat in onze zoektocht naar de biologie van Alzheimer was er zo'n PR ontstaan van elke 4 minuten is er weer een verschrikkelijke hersenziekte die iemand treft wiens leven voortaan niks meer waard is en geef geld want wij gaan de oplossing zoeken. Dat beeld was het begin van een debat dat nog steeds doorloopt overigens. Maar ik denk dat het goed is dat we dit weer even voor ogen halen, want in wezen gaat het over hetzelfde. Het gaat over wat is de definitie van gezondheid. De definitie van gezondheid, de oude definitie, de medische definitie van de Wereldgezondheidsorganisatie is: gezondheid is afwezigheid van ziekte en symptomen en bovendien moet er een volledige staat van welbevinden zijn. Dus dat is een nogal hoge drempel. Volgens deze definitie ben je natuurlijk niet snel genezen of beter. Dus je prognose is ook heel slecht als je iets hebt. En het is valse hoop geven aan mensen zeggen dat ze beter kunnen worden, want dat kan niet. Althans, heel moeilijk. Dus volgens deze definitie worden dingen heel logisch in een medisch model. Maar er is ook een nieuwe definitie van gezondheid die op het moment zeer in de belangstelling staat. Van Machteld Huber, alweer uit Maastricht, die is vorig jaar daarop gepromoveerd en die publiceerde dit idee in de British Medical Journal in 2011. Die zei, gezondheid is dat je het vermogen hebt tot aanpassen en eigen regie, gegeven psychische, lichamelijke en sociale uitdagingen, zoals symptomen. En dat is eigenlijk een hele interessante definitie en daar gaat dit debat over. Wat is nou vanuit waaruit, vanuit welke gezondheid redeneren mensen? En ik denk dat dit goed is, want hieruit kunnen we, André en ik kunnen vanavond misschien de verbintenis leggen tussen onze standpunten. Want dat is natuurlijk waar we naar streven. We streven in Nederland naar verbintenis, consensus. We zijn zoveel mensen hier dat je moet wel naar elkaar toe bewegen. Dus volgens medisch model van afwezigheid van symptomen en volledig welbevinden worden dingen logisch, want dan ga je dus, heb je een sick care model van zorg waarbij je altijd symptomen aan het bestrijden bent. En de prognose natuurlijk ongunstig is, maar er is hoop en de hoop is de toekomst, de onderzoekers. Namelijk, die vinden uit dat er transcraniële magnetische stimulatie mogelijk is of deep brain stimulation. Of andere ontstekingsremmers in het brein als schizofrenie een ontstekingsziekte zou blijken te zijn. Dus daar zit de hoop. Maar in het andere model is het heel anders. Daar gaat het over healthcare en over behandeling. Die gaat over de mensen helpen doelen te bereiken die betekenisvol zijn voor het individu en die, indien realistisch, iedereen altijd kan bereiken, zodat je een zinvol bestaan kunt ervaren en de hoop is dat je de mensen hoop geeft dat ze die doelen kunnen bereiken vanaf het begin en dat je met ze daar naartoe beweegt. Dus ik denk dat dit debat gaat over hoe krijgen we verbintenis tussen dit model enerzijds en dat model anderzijds, want daar gaat het debat over, denk ik. Dus laten we even kijken naar schizofrenie. Wat zei Herman van Praag, lid van deze academie, 40 jaar geleden over schizofrenie in Engelse en Nederlandse tijdschriften? Hij zei, het is een onmogelijk concept. Dit was in 1976 overigens, hè? Dat is 3 jaar nadat homoseksualiteit als ziekte uit de DSM was verwijderd.
Dus die man die liep zijn tijd ver vooruit. En hij stelde zich de vraag, the crucial question was and still is, does schizophrenia exist? En hij kwam natuurlijk tot de conclusie in zijn artikel van niet. En natuurlijk is dit eindeloos blijven hangen, deze discussie. We hebben professor Mary Boyle gehad, die zei, het is een scientific delusion. We hebben Richard Bentel gehad, die zei, it is a disease without specific symptoms, specific treatment and specific prognosis. Zo zijn er vele debatten geweest, maar het interessante is, de term persisteert. Dus wie zegt nou eigenlijk dat schizofrenie niet bestaat? Dat is heel simpel, dat is de DSM. De DSM zegt letterlijk, jongens, schizofrenie is afspraken tussen artsen en psychologen over criteria. En er zit helemaal geen nosologische entiteit, geen ziekteeenheid onder. Denk dat vooral niet. En dat kan ook niet, want die criteria die veranderen van versie naar versie. Dan kan het natuurlijk niet gaan over een ziekte, want die verandert niet alleen maar omdat er afspraken zijn. Dus DSM is er heel duidelijk over. En bovendien is het zo dat schizofrenie in die andere Bijbel van de Wereldgezondheidsorganisatie, de ICD-10, die gebruikt wordt in Engeland en Frankrijk en Duitsland, is schizofrenie anders gedefinieerd dan in de DSM. Dus dat is lastig. Als je zegt het bestaat of het is een ziekteeenheid, dan is het wel lastig dat de patiënten in Duitsland een andere ziekteeenheid zouden hebben dan in Nederland. Alleen maar omdat ze een andere Bijbel hebben daar. Dus het is lastig. En waar het op neerkomt is dit. Dit is het psychotische syndroom. En 3,5% van de mensen die treft dat ooit tijdens hun leven. Het psychotisch syndroom is gewoon een mix van wanen en stemmen horen en cognitieve veranderingen en motivatieveranderingen en affectieve veranderingen die bij ieder mens, als ze zo'n psychotisch syndroom hebben, anders is, in een andere combinatie. En waar wij op zoek zijn, binnen dat syndroom van 3,5%, is de heilige graal. Dit zijn diagnoses die wij menen te kunnen onderscheiden in dit syndroom. Alleen de DSM doet het op een andere manier dan ICD. Dus wij zijn op zoek naar de heilige graal. Dit is schizofrenie bijvoorbeeld in de DSM. Hier ergens gesitueerd, hè, binnen dat syndroom. Maar de volgende keer in de DSM zit het daar. En dan de ICD zegt, nee, het zit hier. En de volgende keer zegt de ICD bij een revisie, nee, het zit daar. Dus de heilige graal, we zitten de hele tijd te zoeken van waar schizofrenie zit. Maar we zien door de boom het bos niet meer. We zien niet dat het eigenlijk gaat om een breed spectrum van beelden die je eigenlijk het beste kunt samenvatten als een syndroom, een psychotisch syndroom, dat 3,5% van de mensen treft. En het zoeken naar de heilige graal met veranderende criteria heeft geen zin, en zeker wetenschappelijk geen valide basis. Dat is ons punt. En dan zult u zich afvragen, nou, de Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie die gaat dat waarschijnlijk netjes uitleggen aan de mensen. Gegeven deze onzekerheid en het labeling en de criteria en de verschillen, gaat de Nederlands Vereniging voor Psychiatrie dat netjes uitleggen. Dit is de folder die u kunt downloaden van de Nederlands Vereniging in gesprek over schizofrenie. Ze hebben overigens maar over één diagnose een folder binnen dat psychotisch syndroom, dat is schizofrenie. De rest van de 9 diagnoses, zoals schizoaffectieve, schizofreniform en waanstoornissen, hebben ze geen folder over. En wat zeggen ze? Schizofrenie is een ziekte van de hersenen. Maar we hebben toch gezien in DSM dat die zegt van er is geen ziekteeenheid. En de Nederlandse Vereniging zegt de ziekte van de hersenen die niet te genezen is. Dus suggererend dat er wel degelijk een ziekteeenheid is en bovendien dat het een soort ziekte is van de hersenen. Nou, dan vervolgens zeggen ze de sprake van een verstoring van de activiteit in bepaalde gebieden in de hersenen. Dit uit zich in een verstoord evenwicht tussen stoffen die nodig zijn voor de werking van de zenuwcellen. Dus men suggereert ook dat men de oorzaken weet in het brein. Heel interessant. Deze folder is overigens uit 1994. Hè. Toen wisten we dit dus nog echt niet. En nu ook nog niet. En dan komt, met antipsychotische medicijnen kan dit evenwicht gedeeltelijk worden hersteld. Oftewel, de medicaties die we gebruiken, die corrigeren een causale biologische abnormaliteit die wij kennen. Dat was in 1994 niet waar en is ook nu niet waar. Want antipsychotica, die dempen. Dat is wat ze doen. Het is als paracetamol, die dempt de koorts. Antipsychotica, die dempen je indrukken van de omgeving. Dus het probleem is, men heeft gekozen voor de aanval. Men heeft gekozen voor bluff
Men zegt, we weten het, het is een hersenziekte, we weten waar het vandaan komt en de medicatie corrigeert een basaal ding. Nou, dit komt dus voort uit het medisch model. In het medisch model is dit heel logisch, want we doen gewoon, we nemen een voorschot op de belofte dat we het overmorgen weten. Misschien nu nog niet, maar overmorgen wel. Nature and Science, dat zijn de tijdschriften waar onze decanen heel blij van worden als we erin publiceren, want die hebben hele hoge impactfactoren, die gaan nog een stapje verder. Die noemen schizofrenie stevast dingen als devastating genetic brain disease. Dus het erge ervan, het hopeloze ervan, wordt nog eens een keer extra geaccentueerd. Of een debilitating neurological disorder. Dus ik heb even met een neuroloog bij ons gecheckt van, behandelen jullie nou schizofrenie? En ze zeiden, nee, dat doen we niet. Maar hier wordt het wel een neurologische stoornis genoemd. Dus hier een enorm pessimisme gaat hiervan uit. En dat is heel interessant, want waar komt dat vandaan? Kijk naar wat Science zegt over schizofrenie. Dus ze schrijven niet vaak over schizofrenie, maar hier staat iets heel interessants. Er staat, als je het hebt, dan blijven de symptomen persisteren voor de rest van je leven en je bent bijna totaal gehandicapt. U moet weten, alles wat Science zegt, dat vindt zijn weg in de samenleving via de pers. En vervolgens gaan mensen dit geloven. Dus er is een enorm bolwerk van pessimisme, organisch pessimisme, opgewerkt rond schizofrenie in de samenleving. En u kunt zich afvragen van, ja, wie merken dat? Inderdaad, wie merken dat? Dus de Utrechtse groep. Ik zie de Utrechtse groep als de groep met wie ik debatteer vanavond. Namelijk André Aleman, Iris Sommer, René Kaan, Damian Denies, allemaal werkzaam geweest in Utrecht, en Robert Schoevers. De Utrechtse groep gaat nog een stukje verder. Die zegt, het is niet alleen een hersenziekte, het is een progressieve hersenziekte. Dus het wordt telkens erger met de tijd. Elk jaar wordt het erger. En dit is niet goed gevallen in de wetenschap. Dus Robin Murray en Bob Sapursky die hebben dat echt weerlegd. Die zeggen, dat is een mythe. Dat kan niet. Dus zelfs binnen de biologische psychiatrie werd het niet geaccepteerd. Want, en dat is het interessante, er wordt altijd gekeken naar veranderingen bij mensen met schizofrenie. En die worden dan uitgelegd als onderdeel van de ziekte. Maar mensen met schizofrenie die gebruiken heel veel zware antipsychotica. Zijn gedemoraliseerd, hebben depressie, zijn gestigmatiseerd, geëxcludeerd. Ze doen niks, ze leven in armoede en slechte gezondheid. Doet dat iets op je brein progressief? Ja. Dus de afwijkingen worden in de wetenschap vaak vereenzelvigd met de ziekte, maar het zijn vaak gevolgen van de behandeling en hoe je behandeld wordt. Toen veranderde de Utrechtse groep van focus. Ze zeiden, oké, het is geen progressieve hersenziekte, het is een cognitieve ziekte. Een nieuwe angle, 2013. Oké, dat is interessant, maar wat is een cognitieve ziekte? Alle psychische aandoeningen zijn cognitieve ziekten. Want het argument is, mensen met een psychotische aandoening, met schizofrenie, die hebben cognitieve veranderingen en een eerste graad familieleden, maar dat hebben mensen met depressie ook en angst. Dus alle psychische aandoeningen, daar is iets cognitiefs mee. Dus zeggen dat een cognitieve ziekte is, helpt ook niet. Bovendien weten we dat 1/3 van die cognitieve veranderingen bij mensen met een diagnose van schizofrenie is gewoon dat ze minder gemotiveerd zijn om 400 keer moeilijke testjes te doen. 1/3 van het effect is dat ze dat gewoon niet willen, dat ze niet gemotiveerd zijn. Waarom zouden ze ook? En heel interessant, uit Science weten we dat als je in armoede bent, is je cognitie beduidend slechter dan als het materieel goed met je gaat. Allemaal factoren die typisch niet worden beschouwd bij het onderzoek. Ik ontken niet dat er cognitieve veranderingen zijn bij psychische aandoeningen, maar ik zeg dat er meerdere redenen voor zijn. Dus wat zegt de Utrechtse groep nu in het NRC, in respons op ons artikel? Nu kiezen ze weer voor een andere positie, namelijk schizofrenie is de wereldwijd gestelde diagnose voor een groep ernstige psychiatrische stoornissen. Dus de positie verandert. Dit is de vlucht naar voren. Het is niet één aandoening, het zijn meerdere aandoeningen. Dus naast de 10 psychotische diagnoses die we hadden, bestaat schizofrenie uit verschillende ziekten. Alleen het bewijs daarvoor ken ik niet, maar dat zal misschien mijn opponent vanavond onthullen. Bovendien zeggen ze dat het concept schizofrenie een biologische basis heeft met een eigen ontwikkeling. Dus schizofrenie bestaat uit meerdere ziekten en het concept heeft een eigen biologische ontwikkeling.
Ik ben geen filosoof die logica gedaan heeft, maar dit lijkt mij logisch in contradictie met elkaar. Dus ik voorzie dat mijn collega Aleman hier een uitleg over gaat geven. Dus wat is nou de reactie op van patiënten op deze verwarring en dit organisch pessimisme? Wilma Boefink, die echt de herstelbeweging naar Nederland heeft gebracht en het gezicht is van de patiëntenherstelbeweging, die zegt dit. Die zegt, de essentie van herstel is de psychiatrische diagnose te boven komen. Als dat zo is, dan hebben we wel een probleem in de psychiatrie, denk ik. En dat is geen klein probleem. Bovendien is het zo dat de patiëntenbeweging begint met alternatieven te komen. De Stichting Weerklank, bijvoorbeeld, die gebruikt het concept van Marius Romme en Sandra Escher. Die heeft het over stemmen horen. Dat is hun concept. Die hebben het niet over schizofrenie. De patiëntenvereniging Anoixis heeft de term psychose gevoelig nu ingevoerd, heeft websites daarover geopend, informeert zijn leden daarover, et cetera. Dus patiënten zijn al lang verder gegaan. Die gebruiken onze terminologie niet meer. Nee, dus wat zeiden wij? Wij zeiden in het NRC 7 maart 2015, laten we de diagnose schizofrenie vergeten en laten we verder gaan. Nou, dat zeiden we. Wat zeiden we in het artikel? Drie dingen. Pessimisme, dat daarmee gepaard gaat. Daar moeten we iets mee. Het feit dat we door dat pessimisme allerlei niet-medicamenteuze behandelingen die wel werken, niet beschikbaar zijn, die gericht zijn, vooral de behandelingen die gericht zijn op terug naar werk en terug naar studie, et cetera. En ons derde punt was, er is in de huidige zorg, diagnose, recept, symptomenlijstje, systeem van marktwerking, geen ruimte voor het psychologische proces van herstel. In de zin van zinvolle doelen formuleren die betekenisvol zijn voor de persoon en die gaan proberen te realiseren. Die drie dingen, die zeiden wij. Wat was de inspiratie die wij hadden? Dat was dit rapport van de Schizophrenia Commission in Engeland. Schizophrenia Commission in Engeland was een commissie die onderzocht hoe is het met de psychosezorg gesteld in het Verenigd Koninkrijk. Wat was hun conclusie? Belabberd. Zij noemden de psychosezorg in het Verenigd Koninkrijk, die overigens, Engeland is het gidsland voor de psychosezorg, ook voor ons. Daar is alles het beste, denken wij. Zij noemden het een compleet dysfunctioneel systeem. Onder andere door het ingebakken pessimisme dat in onze hoofden zit. Wat troffen ze aan? Heel veel dwang en drang, veel polyfarmacie, te hoge doses antipsychotica, geen toegang tot psychotherapie, geen toegang tot opleiding en werk en een 20% reductie in levensverwachting. Is de zorg in Nederland, hè, zij noemen dat sociale onrechtvaardigheid, en de zorg in Nederland, ik zou het graag willen, maar ik denk niet dat de zorg in Nederland beter is dan die in het Verenigd Koninkrijk. Dus ik denk dat deze conclusie ook voor ons geldt en vandaar ons artikel in het NRC. Wat hebben we gedaan? We hebben een website opgericht die is gericht op juist eigen regie en aanpassing volgens de definitie van positieve gezondheid. Mensen kunnen de informatie krijgen, ze kunnen interviews zien van mensen die er bovenop zijn gekomen. Ze krijgen allerlei animaties te zien met informatie die complex is, maar die makkelijk te begrijpen is op deze manier. Allerlei hersteltips, informatie, online spreekuur waar heel veel gebruik van wordt gemaakt. Een kaart waar je goede zorg kunt vinden. Ons manifest en heel veel blogs. Mensen schrijven heel veel blogs. Is er behoefte aan zo'n website? Ja, de eerste 2 maanden 50.000 bezoekers. 125.000 pagina views en heel veel vragen aan de mensen in het online spreekuur. Dus leek goed te gaan. Toen kwamen onze opponenten. En die schreven in het NRC, en dat was interessant, ik denk dat het echt interessant is gewoon. Hè? Die schreven, wat hier gebeurt is politiek gemotiveerde antipsychiatrie. En dat is denk ik inderdaad een interessant argument. Dus Alan Ralston bij ons, die is daar ingedoken in dat antipsychiatrie argument. En die kwam terecht bij dit is zijn blog daarover, dat kan ik u zeer aanraden. En die kwam terecht bij het proefschrift van Gemma Blok. Die heeft bij de faculteit van Geestwetenschappen, Universiteit van Amsterdam, is gepromoveerd op de antipsychiatrie. En zij zegt, de antipsychiatrische periode, zoals het werd genoemd, werd gedemoniseerd door sommige invloedrijke psychiaters en journalisten.
Maar zij schrijft, want zij spreekt liever over de kritische psychiatrie. Zij zegt, deze kritische psychiatrie was in feite een breed ondersteunde hervormingsbeweging binnen de klinische psychiatrie, gericht op het humaniseren van de zorg en het herstel van patiënten. Dus nu begrijp ik het, ik moet jullie eigenlijk danken dat jullie ons zo zien. Dus dat is eigenlijk een hele goede zaak. En de andere argumenten die werden genoemd in het artikel, die André dadelijk zal gaan behandelen, denk ik, zijn interessante argumenten. Dus dat is eerst het argument van valse hoop. Want de ziekte heeft nu eenmaal een heel erg ernstig beloop. En ik denk dat dit inderdaad vanuit het medisch model bekeken, is dit logisch. Dus ik denk dat dat een goed argument is. Alleen het komt uit het argument van het medisch model, dat dingen dat men niet kan herstellen. We beroven patiënten van de diagnose en hun houvast. Ik denk dat dat niet waar is, want tenslotte hebben patiënten al hun eigen terminologie ontwikkeld. Stemmen horen, psychosegevoeligheid, die zijn al verder gegaan. Het is niet zo dat men heel erg naar ons kijkt voor de terminologie. Men stelt ook, wij ontkennen negatieve en cognitieve symptomen, want psychose betekent positieve symptomen. Ja, dat psychose betekent in Nederland het hele syndroom, van de mix van positieve, cognitieve, negatieve en affectieve symptomen. Maar in de Noord-Amerikaanse biologische psychiatrie is het inderdaad betekent het alleen maar wanen en hallucinaties. Maar goed, dat is een equivocatie, zoals dat heet in de redenaarskunst. Dus wij bedoelen met psychose de Nederlandse term psychose. En het negeert biologisch bewijs. Dat is interessant. Want wat laat het biologisch bewijs nou eigenlijk zien? Dus we zijn er ook een beetje in gedoken en we kwamen uit op dit artikel. Dit is een artikel van de bazen, enerzijds van de Amerikaanse National Institute of Mental Health. Dus de baas van de biologische psychiatrie in Amerika. En dit is de baas van de biologische psychiatrie in Engeland, Shitish Kapoor. En zij zeiden, hoe kan het dat na 100 jaar zoeken in de biologische psychiatrie naar een biologische test voor schizofrenie en andere psychische stoornissen, er niets, maar dan ook helemaal niets is gevonden. Er is geen enkele biologische test voor geen enkele psychische aandoening, dus ook niet voor schizofrenie. Mijn opponenten verwezen naar de genetica. Wat laat de genetica zien? Inderdaad, de genetica laat zien dat als je 100.000 patiënten met de diagnose schizofrenie vergelijkt met 100.000 controlepersonen, dan krijg je 100 signalen van genetische varianten die ietsje frequenter voorkomen bij de mensen met de diagnose schizofrenie. En dat is inderdaad heel interessant. Maar deze varianten, die zijn niet specifiek. Die zie je ook bij bipolaire stoornis, bij depressie, bij ADHD en bij u en mij. Want hieronder, tonen de onderzoekers aan, zitten nog eens duizenden genetische varianten die bijdragen aan het risico voor de diagnose schizofrenie, maar die individueel te klein zijn van effect om individueel aan te tonen. Je kan ze alleen maar als een groep aantonen. Dus als er duizenden genetische varianten zijn voor schizofrenie, maar ze zijn niet specifiek, want je ziet ze dwars door de hele psychiatrie, en bovendien, u en ik hebben er ook honderden tot duizenden, dan is dus de vraag, wat is het biologisch bewijs van wat? Dus waar zit de verbinding? Ik denk dat we vanavond tot de verbinding kunnen komen door gewoon een gedachtenstapje te maken. Dit model, medisch model, is logisch. En het is ook logisch dat we kijken naar transcraniële magnetische stimulatie, deep brain stimulation, ontstekingsremmers bij psychose als de redding mogelijk van symptomen van morgen. Alhoewel de data ambigu zijn en er geen wetenschappelijk bewijs zijn. Het zijn hypothesen, maar goed, dat is prima. Maar we moeten dat verbinden met dat mensen zelf op eigen kracht kunnen aanpassen, doelen kunnen nastreven en dat ze hulpverleners nodig hebben die hoop hebben en niet een hoofd vol met organisch pessimisme. Dat is waar de discussie over gaat. Dus de discussie gaat eigenlijk van, kunnen we gezondheid zien in wat formeel gediagnosticeerd is als ziekte? Daar gaat de discussie over. En om even terug te komen op Alzheimer's, heel erg interessant. Er is een controverse in de Volkskrant van afgelopen weekend. Staat een controverse, want Alzheimer Nederland heeft een Deepak Chopra uitgenodigd om te spreken op het Alzheimer-congres. Deepak Chopra die vertelt dat mensen met Alzheimer met een dieet
en meditatie en lifestyleveranderingen zelf ook iets kunnen doen. Dit heeft tot een enorme controverse geleid. Ik zie Philip Schelte zitten. Dus, ja, jij was er niet heel erg tevreden mee, geloof ik. Maar de vereniging, de eerste vereniging tegen kwakzalverij, die zei: de band slaat wartaal uit, die Deepak Chopra. Dus wat hier wederom gebeurt is, inderdaad, vanuit het medisch model gezien, is dit raar. Maar Alzheimer Nederland nodigt de man uit, omdat hij hier zit. En dat is toch interessant. En wat zei Olde Rickert is de hoogleraar die oorspronkelijk dat artikel had geschreven van Alzheimer bestaat niet, die zei: het is hoog tijd dat we gaan onderzoeken wat de effecten kunnen zijn van meditatie en lifestyle en een dieet bij Alzheimer's. Dus ik denk, dit is de verbinding. We hebben allemaal gelijk, maar als we het nou eens zijn dat er gezondheid is in ziekte, dan kunnen we vanavond die stap maken dat we elkaar niet in de NRC dingen hoeven te noemen, maar dat we het eens zijn. Dus daar zou ik het op willen gooien. Dank voor uw aandacht.